Het EK gaat nu echt beginnen, ook voor het Nederlands elftal. De eerste wedstrijd tegen Polen staat voor de deur. Daarop gaan we vooruitblikken met Lars Steunissen, want daarvoor ben jij in de studio aangeschoven met je spelersbattle. We gaan los en Polen is de eerste tegenstander die aan de zegenkar gebonden moet worden. Ja, en die gaan we natuurlijk pakken. Maar dat lijkt me wel en ik ga uitleggen hoe. Precies, heel goed. Laten we eerst eventjes, voordat we op de spelers zelf komen, kijken naar hoe zij richting het EK hebben toegeleefd. Zitten zij een beetje in de winning mood? Nou, op zich wel, ja. Ze hebben de laatste twee wedstrijden voor het EK net als het Nederlands elftal gewonnen. Met 2-1 van Turkije en met 3-1 van Oekraïne. Dus dat is niet verkeerd. Daartegenover staat wel dat zij meerdere spelers verloren zijn met blessures, maar daarover straks meer. Nou, laten we direct beginnen met de elftallen tegenover elkaar te zetten. We beginnen uiteraard, zoals altijd, met de doelmannen. Ja, nou, Polen speelt thuis, dus ik zal de Polen steeds als eerste opnoemen. Dan krijgen we Szczęsny tegen Bart Verbrugge. Ja, Szczęsny, de 34-jarige... Meteen met een van de bekendere namen. Ja, de 34-jarige doelman van Juventus met een rijk verleden bij Arsenal. Ja, die heeft zo'n bak vol ervaring. Heel veel bagage op zijn rug. Nou, dat kan Bart Verbrugge natuurlijk nog niet zeggen. Nog niet de onomstreden nummer 1 onder de lat bij het Nederlands elftal. Doet het weliswaar uitstekend, maar ja, dit mag hem geen twijfel over zijn dat hij het nog aflegt tegen Szczęsny. Kijk, nou, een verrassend eerste puntje meteen over Polen. De Polen komen toch op voorsprong. Ja, de vraag is hoe lang dat gaat duren, want we gaan door naar de rechtsbacks. Niet lang kan ik je vertellen. Polen speelt met 3 verdedigers altijd, dus je krijgt ergens een iets wat rare battle. Ik ga ervan uit dat Nederland wel in een 4-3-3 aantreedt met Denzel Dumfries op rechtsback. En dan neemt hij het op tegen de rechter wingback van Polen en dat is Frankowski. Die heb jij eerder dit seizoen zien spelen, want jij was bij Lens PSV aanwezig. Ja, Dumfries, de man van Inter, ook wel een beetje onze nationale held. Ik denk dat heel veel mensen graag naar Denzel Dumfries kijken met zijn drive naar voren. Die drive heeft Frankowski ook, alleen ja, wel in iets mindere mate. En Dumfries is gewoon dusdanig belangrijk voor het Nederlands elftal. Dat is Frankowski niet. Aanvankelijk moest hij ook met die cash, die is voor velen wel bekend, voor zich dulden, maar die is geblesseerd. Maar ja, Dumfries wint deze battle. Duidelijk, lijkt me inderdaad een zekerheidje. Centrale verdedigers, want Polen heeft er dan dus 3, Nederland 2. Ja, daar gaan we de 2 van uitlichten. Die derde, die gaat het tegen Ake de linksback opnemen. Maar de 2 centrale verdedigers krijgen we Davodic tegen De Vrij. Behoeft weinig uitleg dat het puntje naar Nederland gaat. Davodic is centrale verdediger bij Hellas Verona. Stefan De Vrij bij Internationale. Dus lijkt me duidelijk. Ja. De andere centrale duo Bednarek tegen Van Dijk, die kennen elkaar nog in hun ver verleden, 2017-2018, 2 potjes samengespeeld bij, jawel, Southampton onder 23. Kijk eens, die heeft zijn research gedaan, die Lars. Daar Van Dijk nog eventjes destijds gespeeld, dus die zullen elkaar nog kennen in elk geval, maar volgens mij behoeft dit ook weinig uitleg. Nee, lijkt me duidelijk, puntje voor Nederland zelf al. Dan krijg je dus de derde centrale verdediger van Polen in de 5-mans defensie die het opneemt tegen de linksback van Nederland. Dat zeg je helemaal goed, en daar krijgen we Jakob Kiwior. Ik weet niet of jij hem nog kent. Ik ken hem in elk geval van een hele smerige panna juist van Dest in de Champions League, hè? Tegen AK. Ja, Kiwior is voor heel veel geld naar Arsenal gegaan afgelopen zomer. Ja, was toch wel een one to watch. Nou, die heeft het niet kunnen waarmaken. Serie A kwam, ja? Klopt, ja. Die heeft het niet kunnen waarmaken in zijn eerste jaar. En AK, ja, mogen we toch wel stellen, een van de beste verdedigers van de Premier League. Dus ja, punt. Wederom voor Oranje. En dan lopen we toch, even chauvinistisch gezegd, dan lopen we gauw uit. Alles mag hier. Heel goed. Inderdaad, voorsprong bouwen op rap tempo uit. Dan gaan we door naar het middenveld. Hoe gaan we dat indelen? Gewoon 3-op-3. 2 controleurs. Met 3 middenvelders. Juist, wel gewoon met 3 middenvelders. Althans, daar ga ik vanuit wat ik heb gezien. En dan gaan we de grote onbekende eigenlijk, Bartosz Szlis, tegenover de controleur van het Nederlands elftal, Jerdy Schouten. Ja, Szlis. Ik zeg het al een beetje, de grote onbekende. Speelt in de Major Soccer League bij Atlanta United. Heeft tot pas afgelopen winter de overstap vanuit zijn vaderland Polen gemaakt. En ja, die staan nog een beetje aan het begin van zijn carrière, ondanks dat hij al redelijk op leeftijd is, 25. Maar ja, Schouten, volgens mij heeft hij aardig geïmponeerd dit seizoen, hè, bij PSV en ook in de Champions League. Punt wederom naar Oranje, die Schouten heeft Szlis in zijn broekzak. Bartel Jaap delft het onderspit. Door naar de andere middenvelder. Ja, Piotrowski tegen Joey Veerman. Ja, Joey Veerman, daar hebben we van genoten, hè? Ja, afgelopen absoluut. Dat wordt balletjes strooien, hè? Die gaat de nodige assistjes geven. Piotrowski, middenvelder van Ludo Goretz, Steven Bergwijn en Brian Brobbey zullen hem kennen begin dit jaar. Of begin vorig seizoen bedoel ik, voorronde Europa League tegengekomen. Ja, is ook gewoon van een heel ander kaliber dan Joey Veerman. Daar kunnen we heel lang over discussiëren, maar dat is nou simpelweg zo. Ik denk dat heel veel mensen... Hoef het ook niet heel lang over te hebben dan. Precies, dan is het wederom een punt voor Nederland. Nou, dan gaan we naar de teampositie. Daar komt verandering, want het punt gaat weer naar Polen. Oh, kijk zo. Ja, Piotr Zieliński. Dat is toch wel een van de meest verfijnde aanvallende middenvelders in de Europese top. Bij Napoli wel te verstaan. Gaat transfervrij overstappen na het EK naar Inter.
ja, wordt eigenlijk aartsrivaal van de speler tegen wie hij het in deze spelersbattle ook opneemt, Tijani Reinders. Want die verwacht ik toch wel op 10 boven Jorginho Wijnaldum. Ja, Piotr Zielinski met alles wat hij heeft meegemaakt in zijn carrière, hoe belangrijk hij is. Bij Polen is ook een van de captains. Ja, heeft op het hoogst mogelijke niveau al ervaring. En Reinders maakt echt een sterke indruk, ook in het Nederlands elftal, topseizoen achter de rug. Maar ja, die heeft het nog niet over een hele lange periode laten zien. Dus ja, ik schaar Zielinski op dit moment nog hoger in, maar wie weet na het EK anders. Ja, ik vind dat een redelijk verhaal, kan ik wel meeleven. Dan gaan we naar de rechtsbuiten van Nederland. Ja, nu gaan we toch een beetje naar het punt waar we toch relatief onbekende spelers tegen gaan komen. Ik denk dat het mensen niet ontgaan is dat Lewandowski natuurlijk niet speelt tegen Nederland vanwege een blessure. En Zwiderski gaat ook niet spelen omdat hij iets te enthousiast heeft gejuicht tegen Turkije en daarbij een blessure heeft opgelopen. En Milik is er ook niet. Milik is er ook niet. Dus op rechtsbuiten verwacht ik Adam Buska, van origine een centrumspits. Kan ook op de zijkant uit de voeten. Buitenspeler van, of spits van Alanyaspor, moet ik zeggen. En toch goed voor 16 goals dit seizoen in de Turkse Super League. Dus het is echt geen koekenbakker. Wij hebben op de rechterflank Xavi Simons staan. Overtuigen nog niet in Oranje, maar was toch echt wel de revelatie van dit Bundesliga-seizoen. Dus ik moet het puntje wel aan Oranje geven. Oké, door naar de volgende positie in de aanval. Daar toch geen onbekende. En dan is het toch wel duidelijk dat Polen over de nodige kwaliteit in de punt van de aanval beschikt. Piatek. Ja, heeft ooit nog voor 35 miljoen gekocht door AC Milan. Daarna voor 24 miljoen naar Hertha BSC verkast. En inmiddels speelt hij ook in Turkije bij Istanbul Başakşehir. 17 goals gemaakt in de Turkse Super League. Dus Polen heeft echt wel doelpunten voorop lopen, inderdaad. Ja. Spelers die een goal kunnen maken. Maar ja, tegen Memphis in deze vorm zijn weinig spelers opgewassen, denk ik. Hè? Sinds hij de zweetband op heeft. Ja, Memphis met zweetband altijd. Precies. Nee, dat was gewoon heel overtuigend tegen Canada en IJsland. Vergaat weliswaar een transfervrije status, maar het zal niet lang meer duren. Die gaat dit EK. Laten we hopen voor Nederland alles kapot schieten. En die is toch nog wel even van een ander kaliber dan Piatek. Ja, dan hebben we een linksbuiten van Oranje en een linker wingback van Polen over. Als ik goed meegeteld heb. Ja, klopt. Dit is wel echt de aanvallend ingestelde wingback. Dus Polen speelt met rechts iets teruggetrokken en links iets hoger op het veld. Dit is in elk geval Zalewski van AS Roma tegen Cody Gakpo, die ik aan de aftrap verwacht. Tegen Polen Zalewski. Ja, is bij AS Roma meer echt een linksbuiten en heeft daar niet echt heel erg veel indruk gemaakt afgelopen seizoen. 22 wedstrijden en maar 1 goal. Dat zijn natuurlijk geen hele beste cijfers voor een buitenspeler. Cody Gakpo, ook niet het allerbeste seizoen uit zijn carrière achter de rug. Maar toch bij Liverpool de nodige doelpuntjes meegepikt. En toch Premier League niveau. Dus ja, punt voor Oranje. Ook het laatste punt. Duidelijk. Dan komen we uit om een stand van 2-9. Het staat hier onderin beeld. Je hebt het goed meegeteld. Jazeker. Dat kun je mij wel toevertrouwen. Ik vind het eerlijk gezegd nog wel eigenlijk opvallend als Lewandowski niet meedoet, dat je nog 2 puntjes weggeeft. Maar met je onderbouw erbij kan ik daar wel in komen. Het zijn echt geen koekenbakkers, maar Oranje is wel gewoon beter op papier. Duidelijk verhaal. Dankjewel Lars. Voorspelletje heel kort. 2-0. Wat zeg jij? Nou, laten we lekker volle bak weer op 3-0. 3-0. Dankjewel.